In deze video zullen we kijken naar de opbouw naar de verschillende browseroorlogen. Nu, onze geschiedenis hier begint in het jaar 1989, wanneer Tim Berners-Lee begint aan het World Wide Web project. Nu, dit deed hij in context van zijn job in CERN, waarin hij ook de bekende paper Information Management A Proposal schreef. Nu, hierbij was Tim Berners-Lee geïnspireerd door het zogenaamde hypertextmodel van Ted Nelson. Nu, een jaar daarna implementeerde Tim Berners-Lee de allereerste webbrowser. De originele naam hiervoor was World Wide Web, maar aangezien deze naam wat verwarrend was, besloot hij nadien om deze te hernoemen naar Nexus. Nu, Nexus werd ontwikkeld voor het Next Step operating systeem, die Unix gebaseerd was, maar eigenlijk ondertussen niet meer ontwikkeld wordt. Nu, een aantal jaar later, in 1993, werd Nexus open source gesteld. Achter mij kunnen jullie een screenshot zien van deze Nexus browser in actie. En hierbij kunnen jullie een aantal fundamentele concepten zien van het web die we nog altijd kennen. Zoals de verschillende pagina's, de verschillende blauwe hyperlinks enzovoort. Nu, 2 jaar later, 1992, werden nog een aantal browsers uitgebracht. En al deze webbrowsers waren gebaseerd op de libwww-bibliotheek die in CERN ontwikkeld werd. Nu, een eerste browser die van deze bibliotheek gebruik maakte, was MacWWW. Die eigenlijk de eerste browser was die kon draaien op het klassieke Mac operating systeem. En deze werd ontwikkeld in CERN. Daarnaast, datzelfde jaar, werd ook de Line Mode browser ontwikkeld. En dit was eigenlijk een belangrijke browser, omdat dit de eerste was die kon draaien op verschillende besturingssystemen. En deze werd ook ontwikkeld in CERN. Het jaar daarna, in 1993, waren er nog een aantal bekende of belangrijke webbrowsers gereleased, waaronder Lynx. Dit was een browser die op de commandolijn kon draaien en volledig tekstgebaseerd was. En eigenlijk tot op de dag van vandaag wordt deze browser nog steeds verder ontwikkeld. 1993 was ook het jaar waarin de Mosaic browser ontwikkeld werd door het NCSA. En deze browser heeft eigenlijk heel veel veranderd, omdat dit de eerste browser was die door een heel groot aantal mensen effectief gebruikt